FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Spot Maakt ICT. FC Volendam gaat vrijdag tegen MVV voor de evenaring van het clubrecord. Het doelpuntloze gelijkspel tegen NAC Breda was het 20e ongeslagen duel op rij. Toch is er bij Martijn Kaars geen jubelstemming. Ja, wel een beetje bedrukt. Want je wil gewoon ten eerste natuurlijk winnen. En goed spel, goed voetbal laten zien. Dat was tegen NAC wat minder. Nou, Filip keept een geweldige wedstrijd. Dus het wordt 0-0, het blijft 0-0 en het wordt 0-0. Dus ja, op zich een punt bij NAC halen, dat doet niet iedereen. Maar ja, we moeten toch wel stappen maken in het spel. En in het spel om de resultaten te boeken. De afgelopen dagen is er flink gehamerd op de verbeterpunten. Ja, zeker. We hebben het zaterdag erover gehad. En maandag gelijk beelden gekeken. En ook gelijk erop getraind wat beter moet. Dus ik denk dat dat goed moet komen tegen MVV. De historie wijst uit dat FC Volendam het vaak lastig heeft op bezoek in Maastricht. Van de laatste 6 uitduels met MVV werd er slechts 1 in winst omgezet. Kaars verwacht ook vrijdag een lastige wedstrijd. Nou, sowieso uitwedstrijden zijn lastiger dan thuiswedstrijden. Maar ik denk dat MVV ook wel een stugge ploeg is. Ik denk dat ze wel zullen inzakken en hopen op een countertje. Nou, thuis, nu is dat dan zonder publiek. Maar als er wel publiek is, gaat het publiek erachter staan. En is het gewoon altijd lastig voetballen bij MVV. Volgens mij, vorige keer kwamen we 2 keer op voorsprong, als ik het goed heb. En gaven het in de laatste minuut nog weg. Ja, dat kan daar ook gebeuren. Dus je moet gewoon de hele tijd scherp zijn. Vorig seizoen verzorgde Kaars beide goals. Het was destijds niet voldoende voor de winst. De eerste was voor mij een schot van Derry. Die pareerde de keeper en stond op de juiste plek om in te schieten. En de andere was een lange bal waar die verdediger mistaste en die ik rustig in het hoekje schoof. En uiteindelijk werd het 2-2 volgens mij. Mocht Kaars minuten maken tegen MVV, dan is dat de 100ste keer in het shirt van FC Volendam. Een mijlpaal waar de Monnikendammer trots op is. Ja, is wel leuk natuurlijk. Komt wel een bepaald gevoel bij kijken. Alex Plat had laatst ook zijn 100ste wedstrijd gespeeld. Dus zijn in de kleedkamer zijn we er ook wel een beetje mee bezig. Dus ja, als je 100 wedstrijden voor een mooie club kan spelen, is dat natuurlijk fantastisch. FC Volendam versterkte zich afgelopen periode met een 3-tal nieuwe spelers. Kaars weet dat hij nog meer voor zijn plek zou moeten strijden. Ja, 3 goede nieuwe spelers erbij met Bilal Cheek, Antonucci en Ben Amar. Nou, ik denk dat wel de ambitie uitspreekt. Laat zien wat we zeg maar uitspreken, dat we echt kampioen willen worden. En ja, dat betekent natuurlijk wel dat het nog drukker wordt. Voorin vooral enorm veel spelers. Dus dat, wat je zelf zegt, concurrentie erbij. Dus het zal er niet gemakkelijker op worden om, om je basisplekje te hebben en veilig te houden. Je moet gewoon elke dag knokken en laat zien dat je beter bent dan anderen. Ik geef sowieso gewoon elke dag 100% en elke dag jezelf proberen te verbeteren en te laten zien wat je kan. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag, maar ik denk niet dat extra concurrentie daar meer naar boven haalt voor mij. Het is sowieso gewoon elke dag alles leveren. De wedstrijd tegen MVV is vrijdag live te zien op ESPN3, het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in de Geuzelt is om 8 uur. Oh.